Yo, what's up Diablo's? Diablo Gamer hier. En ik ben hier weer met een nieuwe vlog. En het heeft een weekje geduurd, want ik was naar mijn vader. En ik had niet echt tijd om een vlog te maken daar. Dus jullie hebben een week geen video gehad. Ik zit hier even lekker op een zolder. Ik zat even Call of Duty te spelen. Maar ik vind nu al niks aan. Dus ik ga straks even naar beneden en ga ik even een videotje, nieuwe video maken. En er komt ook nog een nieuwe grote video aan. Ik zeg maar niet wie het is, anders heb ik het al verklapt. Maar die persoon is wel heel populair uit het spel. Als je het weet, zeg het gerust mij in de reacties. Ik maak daar even een videootje van. Dan moet ik misschien maar weer eens een keer gaan uploaden met Cor of zoiets. Wow, dodelijke stilte even. Ik zat even na te denken wat ik nog meer kan vertellen. Ik kan misschien wel vertellen wat heb ik allemaal gedaan. Weet ik niet eens, maar het meeste heb ik gewoon op de Xbox van mijn broer gezeten. Want hij heeft Xbox Live. Heb ik de hele tijd GTA Online gedaan. Iemand had een bounty. En vertel ik even een leuk verhaal. Iemand had dus een bounty. En daar ging ik dus achteraan. En toen had ik hem eerste keer vermoord. Toen deden we een beetje derpy elkaar killen en zo. Nou, toen ben ik weggegaan. Toen had die gast diezelfde persoon weer een bounty. Heb ik een helikopter gepakt. Ben ik achteraan gegaan. Heb ik hem vermoord met de helikopter. Ik heb mezelf ook vermoord trouwens. Maar toen had ik de bounty. En toen gingen we elkaar een beetje dom neerschieten. En ik heb telkens overrijden met zijn motor. En toen kreeg ik een bounty. Toen had hij mij gekild. Dus toen had hij die bounty gekregen. Toen zat hij op zijn motor. Ik zat ergens in het hoekje. Toen heb ik hem. Toen schoot ik hem de hele tijd neer. En toen is hij op het laatst gewoon weggegaan. Geen idee, zijn naam was iets van David nog wat of zo. Maar ja, ik weet niet, misschien is dat ook wel een Nederlander of zo, of een Engelse, ik weet niet. Nieuwe Minecraft video's moeten er ook nog aankomen. Ik moet wel even wat nieuwe spellen spelen. Dus als jullie wat spellen weten, laat het natuurlijk onder achter in de reacties. Wacht, ik zeg het ook in beschrijving. Dat was een foutje, maar reacties bedoel ik dus. Nee, jullie snappen me wel. Ja, het kan gewoon elk spel zijn. Bijvoorbeeld iets van Octodad of zoiets. Of misschien wel opnemen op mijn Xbox of zoiets. Geen idee. Ik weet niet of er wel een opnameprogramma kan op Xbox. Dat zie ik wel. Dat zoek ik wel even uit. En als het kan, dan upload ik natuurlijk een video via mijn Xbox. Dat is helemaal top. En we hebben een nieuw tv-kastje gekregen. Ik had eerst, dat kan ik wel even laten zien, even snel. Even
Steam. Netwerk instellingen. Ja, kijk. Ik had eerst gewoon helemaal niks. En nu. Wacht even. Beter in het beeld. Kijk, nu heb ik gewoon drie streepjes. Eerst was het helemaal leeg. Dus ik heb hele goede wifi nu hierboven. Sinds we dat kastje hebben. Ja, dus. Dan. Mijn broer heeft me geappt van dat hij wel zo'n Xbox pasje voor me kon regelen. En hij is hier in. Hij is weer bij me thuis iets over 3 weken. Dus ja, dan heb ik Xbox Live. En misschien. Als het kan, neem ik wel iets op of zo. Nou ja, ik zie wel. In ieder geval, dan kan ik live. En ik heb ook GTA. Hij heeft ook wel een GTA. Kunnen wij gewoon eens een keer kloten. Ja. Ik weet verder niks meer. Ik hoor heel zachtjes de vogeltjes op de achtergrond. Heel mooi. Ik heb die beesten trouwens niet gemist of zo. En als jullie willen weten hoe ik heet op Xbox. Nou gewoon gebruikersnaam. Net zoals in Minecraft Diablo Gamer 2000. Dus als je mij als vriend wilt toevoegen of zoiets. Dan kan dat. Het enige vriend die ik heb, dat is mijn broer dus daar. Ik zeg maar niet zijn naam. Maar in ieder geval, ik heb nog maar één vriend. Dus wie misschien vrienden met me wil zijn op Xbox of zo. Nou, die zoekt dan maar Diablo Gamer op. Ik kan het wel even laten zien hoe ik eruit zie. Kijk, Diablo Gamer 2000. 2055G. Met daar in het hoekje allemaal kleine dingetjes. Voor mij allemaal voor GTA, want ik ben het al verslaafd. En zo zie ik eruit. Ik heb een lege broek. Sweatshirt met een blink blink ketting. Handschoenen. Schoenen. En ik heb een kuifhaag en een zonnebril. Dus ja, als je mij wil opzoeken, zoek dan die persoon daarop via Xbox. En dus, als ik Xbox Live heb, gebruik ik natuurlijk ook mijn headset hier ook. Ja, ik heb het nog niet eens uitgeprobeerd. Ik heb het wel uitgeprobeerd bij mijn broer, want die heeft ook een headset. En die deed het ook best wel goed, dus dan zie ik er zo uit. Dus ja, ik denk dat ik deze vlog nu wel moet afsluiten. Laat natuurlijk een duimpje omhoog achter. Laat gerust iets achter in de reacties. En natuurlijk abonneer. Ja, ik weet niet wat jullie beter vinden, Xbox of PlayStation. Ik vind natuurlijk Xbox veel gewender, want... Het is al jaren met me meegegaan. Dus ja, in ieder geval, ik zie jullie later.